Mijn naam is Stephen Hofsta. Ik ben jullie kid panda. Ik werk namens Tante Hilde en mijn moeder hier op de plantage. Het is een oude slavenplantage geweest waar het suikerriet werd verkocht. Ik hoop dat we een prettige dag zullen hebben. We gaan op 4 uur weer vertrekken. We gaan wat afspraken maken voordat we verder gaan. Jullie zullen enkele dingen zien. Je mag fotograferen, maar niets meenemen. Geen planten, geen vruchten, geen attributen die we zien. Het is een slavenplantage, het is heilige grond. En we gaan een aantal dingen zien die tot te proberen zijn. Ja? We hebben een toilet. Die mannen. Vrouw plassen zo. Geef aan die pezer, dus niet plassen, niet poepen. Ja. Oké. Okay. Dat is het al duidelijk. Het is nu vloed, het wordt over een paar uren app. Dat kunnen we op het water gebruiken. We gaan ongeveer 10 minuten lopen, dus een flink eindje. Ik hou rekening met de mensen die slechter been zijn. Oké, okay, we beginnen hier met de stoel. Rechts van jullie zien jullie een suikeroven. Hier werd de suiker in verhit. En daarna is het overgegooid in een kappa. Overal liggen de bakstenen. Dat is een mooie toer. Deze dingen moet je even concentreren. Ja toch? Dat het goed blijft toch? Ja. Daar mijn poren weer. Maar dit gaat heel veel geld kosten. Maar misschien of het niet zo ver varen was. Zou dat een eerste betaalde andere kant kunnen zijn. Hij was te vol, hè? Die tweede ging sneller, toch? Juist. Maar doordat we te vol waren, ja. Maar het is eigenlijk met een kwartier te doen. Ja. Nou, moeten we gaan dan? Oh, ja. Dat we zo zouden lopen. Nee, we lopen terug. Zo. We gaan niet verder, hè? Oké. Ik kan niet van hem halen. Haar oma is een slavenkind. En zij heeft een oma meegemaakt, maar het verhaal van hem gaat kort.
maar weinig te vinden. Boven was een. Hoe heet dat boek weer? Wij slapen. Namen. Vrijgekochte slaven. Tambo, je baat het dan, je hebt toen. Dat weet je wel, maar meer. In animatie, maar ik van jou. Je was aan bepaalde namen, je kon vrijgekochte slaven.